Ja, mooi plekje dit. Kijk ook eventjes hoe koud het is. Een hele goede vroege morgen, jongens. Het is rooi donders weer onwijs vroeg. Het is onwijs koud. Het is zeker niet het ideale weer om met twee verschillende Giulia Quadrivoleos op pad te gaan. Maar vandaag gaan we het doen. Ik ben in Hartje Haarlem. We gaan twee verschillende Giulia Quadrivoleos vergelijken. Ik ben met niemand minder dan Jeroen Gillis. En we gaan iets heel vets doen. Let's go. Hehe. Zit je te vloggen dat ik te laat ben? Goeie genade. Ik ben om 7 uur vanochtend begonnen met werken. Kerk. Goedemorgen, jongen. Morgen. Alles goed? Ja, zeker. Mooi zo. Ik heb er zin in. Ik ook, man. Hij ziet er wel kleurrijk en lekker uit. Ja, hè? Ja, dit is echt nog steeds super dik. Je had het ook gezien. Ja, nee. Ja. Ik kan hem wel zien staan. Wie zit met de daar is de grote man. Ja! Goed, hè? Hoe is het, mannen? Ik kan alleen die flippers al aan dit stuur, jongens. Yes! Carbon inleg. Carbon hier. Dit zijn gewoon echt surfboarden. Het is wel een bucketlist dingetje, hoor. En ik vind dit misschien nog wel dikker dan bijvoorbeeld een M4, jongens. Dik 500 pk. Dik 500 pk. Een V6, gebouwd in samenwerking met Ferrari. Ik ben Jeroen alweer kwijt. We gaan Jeroen heel even snel zoeken. Ik ga door naar de flippers. En dan gaan we eens heel eventjes kijken wat nou leuker is. Laat vooral. Oh man. Die scheet bij het opschakelen, jongens. Wat is dit heerlijk? Ja, ik wil iedere keer wat zeggen, maar ik ben gewoon. Een soort van speechless. Laat vooral in de comments weten, nu al, wat jullie voorkeur heeft. Gaan jullie voor een Giulia Quadrivoleo met handbak? Of gaan jullie voor de automaat? Ik heb hem gevonden, jongens. Hij is ook wel mooi in het rood, hè? Kom erbij, meneer Gillis, kom erbij. Mag ik meerijden? Ja, kom maar mee. Ja. Want ik denk dat het leuker is. Hoe is het? Ja, jongen. Goed. Dat ging niet helemaal goed, hè? Nee. Ah, joh. Een beetje kneuzig hoort erbij. Dat nee, maakt het echt. Surfplanken erachter. Word je hier niet vrolijk van? Jij bent. Het is een Alfa Romeo Giulia. Giulia, daar word ik blij van. Maar zwart? Ja. Het is hartstikke mooi weer. Kom jij in een zwarte auto aan? Ja. Okay. Dit is het weer om met een rode auto te rijden. Ja. Flippers? Flippers, dat is voor je schoonmoeder. Is dat zo? Ja, joh. Dat is voor je schoonmoeder. Dat ga ik aan de vragen. Automatisch voor je schoonmoeder, joh. Dat is wel grappig. Zo, maar hij pakt wel snel op. Oh nee, dat zou ik. Nee, positief. Nee, handbak, hè? Ja. Oh man, wat voor circuit zitten we? Ja. Mooi plekje net. Dit is lekker, hè? Oh, die remmen zijn wel goed. Ja, zeker. Ik ook, hè? Ah, die zijn hetzelfde, dus die zijn goed. Ah, oké. Okay. Ja. Oh man, dit is. Hier, ze eindigen hier. Ja, vet. Ik zit bijna met mijn knie tegen de flippers aan. Oh nee, vet. Mocht ik ook niet zeggen. Nee, het is kut eigenlijk. Ja, het is ook kut, want dan kom je met je knie tegenaan, joh. En dan kan je niet meer schakelen. Maar ik moet wel toegeven, ze zijn wel lekker lang. Want als je bijvoorbeeld Porsche PDK of zo, zulke flippertjes. Ja, dat schiet eigenlijk. Dan zit je een beetje te hengelen in. Oh nee, die bewegen mee, hè? Ja, ik ben hier echt heel blij van. Ja, hè? Oh. Hij brult ook wel lekker. Ja, dat heb je niet. Nee. Ik kan zeggen wat je wil. Shit. Maar dat heb jij niet. Nee. Yeah.
remt dubbel met een Italiaanse auto? Ja. Ja? Oh. Even kijken, dan moet ik overnieuw doen dan. Oh. Even kijken. Zo asociaal. Geweldig. Ja, ik ben, ja, conclusie, ik ben hier wel fan van. Nou, ik ben nog niet overtuigd. We gaan het beleven. Ga je eerst even een stukje in die van mij rijden? Ga ik eerst rijden of ga jij mij gewoon proberen te overtuigen in jouw auto? Dat. Oké. Okay. Dat doen we. Uit dat ding, gaan even in een echte auto. Is niet goed hoor. Welkom in een echte auto. Is de tering hard? Geweldig. Ga jij nou mijn auto afkraken? Ja. Ik zit wel laag. Lekker hè? Ja, oké. Ik zit. Nee, ik ga het niet zeggen. Ik vind het echt kut. Maar jij hebt er iets aan veranderd. Je moet wel eerlijk zijn. Ja, oké. Jij hebt er iets aan veranderd. Geen uitlaatsysteem, maar... Hij heeft 600 pk. Ja, hij heeft 100 pk extra. Ongeveer. Er zijn een soort van parkeervakken op het circuit. Hij weet niet of je gaat parkeren, of je moet parkeren, of dat hij gewoon... zijn tijd moet verbeteren. En hij reed eigenlijk over de parkeervakken, ja. Terwijl de rijbaan op het circuit dan, die het was een lastige, het is een lastige situatie. Ja. Ja. Oh, het schakelt dit lekker joh. Ja? Het gewoon zo even tussendoor doen. Ja, genieten. Ja, puur genieten. Het is ook een hele mechanische bak, echt wel een mannenbak. Mannenbak. Nou, dat vrouwelijke gesodemieten net over, nou ja, ik zal het maar niet meer herhalen. Maar hij knalt niet bij de opschakeling. Zou ik misschien gewoon één klein rondje, gewoon even voor het vergelijk, zodat ik zeker weet dat dit de betere auto is. Dan wil ik eerst hierin rijden. Daarna mag je daarin rijden. Deal. Is er, hoe werkt dat? God. Handrem, hè? Je zit hier. Is elektronisch tegenwoordig. Ja, even kijken. En dan moet ik gas bijgeven om met mijn koppeling op te laten komen. Ja, vroeger ging dat zo. Oké. Oh, wat een ramp. Ben ik aan begonnen. Een Golf R. Oh, maar die rijdt tenminste als een beetje door. Als ik hem nu laat afslaan, dan ga ik echt lachen. Ja. Hey, dat gaat goed. Oh, voel dat hè. Gewoon dat echte mechanische gevoel. Hm. Ik mis wel iets met opschakelen. Ja? Ja. Zo'n knalletje. Ja. Ah. Zie je, wat is dit nou? Ja. Er is niemand in de buurt. Dan rij je op een circuit en dan begint te piepen dat er mensen zijn. Nee, ik vond dat je ook wel heel dicht langs die auto ging. Hij heeft gelijk, het systeem. Het systeem heeft gewoon gelijk. Ja, de computer heeft altijd gelijk. Oké. Okay. Ja. Jongen, die Sam die gaat steeds harder rijden. Elk vlogje dat ik met hem in de auto zit, gaat het weer gewoon met 5 pk harder gaat die bochtjes door. Dan moet ik ook zeggen dat we hadden deze twee auto's hadden we mee tijdens de Alpentour. Daar kregen we ook een idee. Oh, ja, ik praat wel. Gaat hij nog een rondje? Nee! Nou, dan ben je een bonus rondje. Ja. Hoppata. Tijdens de Alpentour dus. En daar waren beide Julia's waren mee. Ik ja, want ik vind het hard gaan. En deze meneer is tegen aan het kijken op het circuit. Van jeetje, wat ga je hard op het circuit. Echt, weer een Volkswagen. Ja. Echt jongen. Wist jij dat je met zo'n Golf op het circuit mocht? Nou ja, niet met zo'n gewone. Nee, maar apart. Nee. Zeker niet uit Duitsland. Rare Mexico. Ja. Mijn beurt. Jouw beurt. Even kijken. Weer dubbel, hè? Ja. Per definitie. Dubbel. En op de stoep. Van het circuit. En start-stop. Oh ja. Dat had ik even uit moeten zetten. Nou, uit mijn auto. Dat is zo negatief geweest. Weet je hoe dat werkt?
En je moet je linkervoet. Dat is mij verteld, hè? Als je automaat voor de eerste keer rijdt, moet je linkervoet eigenlijk afhakken, uit het raam gooien. Oh. Niet daarna zetten, weggooien. Bij mij was het iets milder. Bij mij zeiden ze gewoon rustig ernaast zetten en helemaal vergeten. Dat zeiden ze bij mij. Oh. Ja. Maar goed. Dat was het einde van mijn tenniscarrière. Eerste keer dat ik automaat reed. Op het circuit, maar ja, maar dat kan toch gewoon op het circuit? Moet kunnen hoor. Hardlopers bonuspunten. Hardlopers op het circuit, echt in Mexico, dit is echt een kutland. Hé, hey, die pops en bags. Dat rijdt handhaving. Zijn wel vet. Ik zag het. Ja, dat is allemaal opgelost, ja. Niks aan de rest, niks aan de hand. Kunnen wij nog een rondje? Kunnen wij nog een rondje? Ja. Handhaving op het circuit. Erg raar. Ja. Ik had het wel weer helemaal zien gebeuren. Nou, ik zit alleen helemaal te genieten van de auto, joh. Dus ik zit eigenlijk die hele handhaving kan me eigenlijk niet bommen. Ik zag het helemaal gebeuren. Oh. Stuurman en stuurman opgepakt in Mexico. Titel van de video. Ja. Ik zag hem helemaal voor me. Oh, shit. En nu even serieus, want het is natuurlijk gewoon een super coole auto. Ik heb wel eens gezegd, het is als je er normaal in rijdt, is het een beetje saaiig. En dat meen ik wel echt. Als je er normaal in rijdt en je hebt er gewoon niet een standje hooligan staan, dan is het wel een beetje saai misschien. Maar als je dan aan het boenderen bent, man, dan komt hij helemaal tot leven. En die automaat. Wil je startstop alsjeblieft uitzetten? Oh, sorry. Dank u. Ik persoonlijk ook. Ik zal wel voor rood gaan. Ja. Maar. Misschien is het leuk om jouw volgers te vragen. Ja. Wat zouden jullie doen? Gaan jullie sowieso voor rood? Of voor zwart? En gaan jullie voor een handbak? Of voor een automaat? Ik denk. Zal ik het delen met ze? Ja. Wat ik denk dat er uitkomt. Ja, ik ben wel benieuwd. Rood, automaat. Maar het zou kunnen zijn dat jij een paar toeristen. Ik denk juist dat iedereen zegt handbak. Ja. De motor-bakcombinatie klopt in deze auto wel meer. Je merkt gewoon dat het motorvermogen wordt meer gebruikt met die achterstapsautomaat. Ja. Het komt er meer uit. Dit voelt net zo snel als die getunede handgeschakelde. Dit voelt gewoon net zo snel. Ja. Het is alleen bizar. Compleet anders. Compleet anders. Ik zou wel eens zo'n ding op het circuit willen rijden. Nou, weet je, nou, ik ga het eigenlijk anders zeggen. Ik zou wel eens gewoon eens een keertje met jou in een racewagen willen stappen. Ja, ik heb er al een tijdje over nagedacht zelfs. Ik heb zelfs al een beetje gekeken voor een raceauto. Ja, zegt hij. Ja. Duur hoor. Ja, het is duur. Dat kost echt pingels. Maar om daarop in te haken, als jij zo van het racen bent, want dit is leuk op het circuit. Nee, ik rijd heel rustig. Dat heb je net gedaan. Ja, nee, zeker. Zeker. Dit is leuk op het circuit. Ja. Auto kost, nieuw, 100.000 euro ruim. 125. Ja. Nou, ga je niet gewoon met boenderen? Nee. Wat nou als wij gewoon eens samen gaan kijken naar een raceauto? Gewoon budget, desnoods gewoon echt opknappen. Winter staat natuurlijk voor de deur. Ik heb geen verstand van auto's. Ik weet dat daar een startknop zit om de auto aan te zetten. En dat gas rechts zit. Koppeling was ook nieuw. Wat nou als wij gewoon samen op zoek gaan naar een goedkope raceauto? 2000 euro max. Jij 1000 euro. Ik 1000. En uiteraard acceptabel als we daarna nog wat moeten investeren in de auto, omdat die niet helemaal goed is, is het goed. Maar hij mag niet duurder zijn dan 2000 euro. Gaan we een racewagentje zoeken? Wij gaan een raceauto. Gaan we de Sam Meijer vehicle racewagen regelen? Een raceauto kopen. Nee, dat gaan we gewoon doen. Wij gaan een racewagen kopen. Nu kunnen we er ook niet meer onderuit, hè? Nee. Ik ga het echt doen, hè? Vet. Box, ouwe. Wij gaan een racewagen kopen. Ziek.